Daar hoop ik content hoor. Het is een hele mooie beweging. Zoals iedereen weet, er sting een grote onderbezetting. En dat hebben we geagendeerd. En daar hebben we ook nu steun en hulp bij gekregen. Dus we gaan dit jaar al met een klas starten. Wel een kleine klas van 11 studenten. En volgend jaar, begin volgend jaar, zullen we zelfs met 2 klassen starten. En dat is ook nodig, want we moeten onze tekorten inlopen. En die tekorten die liegen er niet om, met de hoopje serieus. Met de hoopje content. We zijn erg blij dat we op deze manier weer gewoon nieuwe collega's kunnen inleiden. Volledig steun vanuit Aruba die dit mogelijk heeft gemaakt. Dus ik ben ook de minister van Justitie hiervoor erg dankbaar voor zijn medewerking in dit vraagstuk. En nogmaals, het is ook heel erg nodig, want mijn collega's werken zich een slag in de ronde. We zijn sterk onderbezet en ik heb al vaker aangegeven, ik wil geen roofbouw op mijn collega's hebben. Dus wij moeten heel snel heel veel nieuwe collega's in onze organisatie laten instromen. De basispolitieopleiding. Dus, en na het voltooien van die basispolitieopleiding kunnen ze verschillende richtingen op, verschillende specialisaties kiezen. Dus ik gebruik dit moment ook om de samenleving, om mannen en vrouwen, jongens en meisjes enthousiast te maken voor de organisatie. Kom onze organisatie versterken. Er komen weer nieuwe plekken, nieuwe klassen. En u bent van harte welkom. En ik kijk uit naar de reacties. Er is een groot interesse. Er is zeker veel interesse, maar er is ook een strakke selectieprocedure. Dus je komt er niet zomaar doorheen. Dus hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer mensen zich goed voorbereiden, hoe meer mensen wij ook kunnen selecteren.